Jeetje. Ja, oh. Nou, twee binnen inderdaad. Daar gaat ze. Oeh. Rustig doorademen. Ik heb getest en ik heb ook de uitslag. Hey kijkers, welkom bij weer een nieuwe video op ons kanaal. Leuk dat jullie weer kijken. Dit wordt weer een weekvlog en we beginnen vandaag op de zaterdag. Gisteren zijn wij onderweg gegaan, want zoals jullie zien zijn wij heel ergens anders. En wij zijn Marcel, Jorn, Melanie en ik. Wij zitten namelijk in de Achterhoek. En we zitten op een Europarks resort, de Achterhoek. De mannen die hebben het ontbijt klaargemaakt. Dat ziet er goed uit, jongens. Ik heb lekker koffie gezet. Lekker koffie gezet. Maar kijk eens hoe mooi wij hier zitten. Hoe leuk. Aan een watertje. Prachtige mooie huizen. En we hebben e-shoppers. Deze heeft Marcel net opgehaald samen met Jorn. Maar er zijn er vier, dus we gaan er dadelijk nog twee ophalen. En ja, we gaan gewoon een paar leuke dagen tegemoet. Hier loop je het huisje binnen. Wat zeg je, Mar? Dat ik me ook wel best goed voel in vergelijking met voorheen. Ja? Ja, gewoon. Ik heb meer energie. Oh, nou wie weet gaan die pillen of gaat het medicijn toch aanslaan nu? Hè? Ik hoop het. Ja, zeker. En in juli moet ik weer voor de twee keer. Dan moet je weer gaan prikken. Ja. Maar ik was hier gebleven. Ja. Dit is de huiskamer met een leuke open haard. Een mooie eettafel, overal openslaande deuren. Hier is de keuken, de gang. En het is zo leuk, alles is van hout. Het is een heel houten groot chalet. Echt, ja, zoals je in Oostenrijk ziet, zeg maar. En ja, ik vind het altijd wel iets hebben. Ik vind het altijd wel ja, een beetje romantisch of zo. Ik weet het niet. Hier gaan we de badkamer in. Dit is de badkamer van Marcel en mij. Hier hebben we dan de slaapkamer. En hier is nog de douche. Een heerlijk groot bad zit erin. De wastafels. Grote spiegel. Nou, we gaan eerst maar even ontbijten. En dan laat ik zo eventjes de rest zien. Dan laat ik even de bovenverdieping zien. Want die hebben we ook nog. Kijk, ik zal even van deze kant laten zien hoe groot het is. En een grote tuin. En een groot huis. Hoe gezellig. Echt een Oostenrijk chalet. We hebben heerlijk ontbeten en ik ga nu eventjes de bovenverdieping laten zien. We lopen hier naar boven. Dan hebben we hier een heel groot balkon. Met uitzicht op de zwemvijver, een hele grote zwemvijver. Hier is een badkamer met een toilet. Dus nog een badkamer. Hier zie je allemaal deuren. En een spiegel. Hier is een slaapkamer met twee bedden. Kastjes. Dit is een ruimte waar je de koffers kwijt kan. Dan hebben we hier nog een kamer. Die is straks voor Jade en Gio. Ook met een raam en een kast. Dit is de kamer van Jorn en Melanie. Ook een raampje. Daar is ook nog een raampje. Dus dan is het ook nog veel lichter. En die hebben zelfs ook nog een eigen wastafel. Dit is het huis, dus we kunnen hier gezellig een lang weekendje vertoeven. Het is gelukkig mooi weer ook, dus we gaan zo met de e-shoppers gaan we lekker toeren. Daar komen Jorn en Marcel met de e-shoppers. Hallo. Hey. Ziet er zo leuk uit. Super. We zijn er. Mooi, leuk. We hebben ze alle vier. Wat heb jij daar? Ze hadden geen toiletpapier trouwens. Oh, nee. Wat heb je daar zitten dan? Oh. Oh ja, eigenlijk altijd handig. Wij zijn een stukje aan het rijden op de e-shopper en het is echt super leuk. Het is trouwens ook een prachtig gebied hier. Heel landelijk, heel groen. En we boffen natuurlijk, want we hebben echt prachtig weer. Het is lekker warm. Het is echt... Maar de rest die komt eraan. Lekker hè? Ja, echt. We zijn eventjes gestopt en we staan hier bij koeien met kalfjes en paarden met veulentjes. Zo leuk. Lief en Mel? Ja, echt lief. Nou, kijk dan hoe schattig. Blijven zulke mooie beesten. Hier die koeien met de kalfjes. Leuk hè, Mar? Ja, heerlijk. We zijn op een heel mooi stukje landgoed terechtgekomen. Maar die bomen hier achter me, zo'n hele bomenlaan met hoge bomen, vind ik altijd zo mooi. En het is heel rustig hier. Gelukkig zijn het e-shoppers, dus die hoor je helemaal niet. Daar komen Marcel en Melanie aan.
Lekker, hè? Nou, hoor. Lekker, hè, Mel? Ja, hè? Heerlijk. Fantastisch. Nou, kijk eens wie er ook aangekomen is. Goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen, zonneschijn. Nou, je bent niet zo'n zonneschijn. Hij bent oud, after a year, for the first time. Oké. Okay. Zo, I'm very brakkels. Ja, oké. Okay. Wat zien jullie er leuk uit? Leuke pakjes. Nou, welkom bij ons mooie huis. Schrijf binnen, inderdaad. Wat een aparte indeling zo. Leuk, hè? Kijk eens. Nou, wat lachen, lekkere bank hier. We zijn weer bij ons huis en er wordt even iets afgeleverd hier, zeg. Wat lekker. Smaken zijn jullie allergieproblemen, vegetarische of... Ik lust geen vis. Heerlijk. Thorne is gek op eten, dus dat gaat er wel in, hè? Nee, jeetje. Ja, oh. Wat wil je? Maar jij bent te eten. Oh, heerlijk wijntje erbij. Wijntje erbij, rozeetje erbij. Leuk gezelschap, hè? Maar... Oh, kijk eens, we zijn compleet. Jabe, Gio. Gezellig hoor, familieweekendje. Huh? Ik krijg mijn telefoon er niet meer uit. Oh. Melanie met Jorn. Lou. En Gio met Jabe. Hallo. Hallo. We zijn nu aan het kijken voor eventueel skeltjes voor morgen. We hebben al fietsen, maar skeltjes zijn ook wel heel leuk. Want Melanie en zo die zeggen jeugdsentiment. Je kan hier dus skeltjes fietsen, familiefiets en die e-shoppers huren. Maar ik geloof dat ze ook de skelter willen. Ga je hem helpen? Ja, wij gaan skelteren. Weet je hoe lang het geleden is dat ik heb geskelterd? Nee, dit is wel heel lang geleden inderdaad. We hadden ook zo'n grote, hè? Ik had vroeger ook een skelter. Heet je nog? Ja? Ja, ook nou niet daar. Maar Jorn had je ook zo'n grote? Ik had ook een grote, ja. Ja? Ja, ja. Oké. Okay. Zo heet als daar zo. Oh, ja, ja, ja. Jorn heeft alvast een skelter. Oh. En jullie ook? Oh, jij gaat bij... Ja, ik ga met Mel. Oh, leuk. Ja. En ik neem deze skelter. Gio en Marcel zijn naar het huis alvast, want Gio moest de vlog online zetten. Maar wij hebben de skelters meegenomen. En daar komt Jorn. Leuk, hè? Ja, echt leuk. Ja, het ziet er goed uit, hoor. Ja, superleuk. Ik ga het doen. Jorn staat Na het scooteren zijn we lekker toe aan een hapje eten. We zijn hier in het restaurant. We hebben een tafeltje buiten, dus dat is echt ja, geweldig. Maar dit ziet er al zo leuk uit. Een leuke entourage, hoe gezellig. Maar wij gaan naar buiten, want het is nog steeds heerlijk weer. Lekker warm, dus we gaan lekker buiten eten. Gezellig buiten. Hoe leuk. We worden goed verzorgd hier zo in ieder geval. Zeker. Nou, zeker. Een zalm carpaccio. Dat ziet er lekker uit. Kijk dat dus. Melanie heeft ook de carpaccio. Smakelijk. Dankjewel. Johan ook. En jij ook. Hè, Mark? Zelfs een klein stukje garnalen. Heb je nu geen spijt? Jij hebt ook zalm carpaccio. Ja. Ik zat al te kijken. Ja, ja. Ik heb... nee, ik, maar zalm carpaccio. Ja, zalm. Dat zeg ik. Ja. Lekker hoor. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Wij zijn weer terug in ons huis en we hebben heerlijk gegeten. Ik zit echt... bommetje vol. Maar ik heb even wat anders aan gedaan. Lekker chill pakje. We zitten met z'n allen gezellig hier in het huisje. Nou ja, huisje, zeg ik maar steeds. Hi! Voetbal te kijken, want het is Italië, hè? Italië-Oostenrijk. Ja, Italië-Oostenrijk. Dus brengen wij gezellig een avondje door. Voor wie ben ik? Ja, eigenlijk wel voor Italië. Wij niet. Jullie niet? Oh, waarom niet? Gewoon Italiaanse naam, maar ja. Ja, daarom. Giovanni. Ik hou van Italië. Ja, maar als Nederland tegen Italië moet het toch misschien wel kunnen. Ja, dat is waar. Dat dus is kunnen waar. We beter uitdelen. Ja. Oké, zo gezien weer wel, ja. Goedemorgen, we hebben weer een nieuwe dag vandaag. En vandaag is het zondag. Het is heel rustig hier, maar kijk nou. Wat loopt er binnen? Een duif. Die komt zo weer buiten. Die kon gewoon gezellig binnenwandelen. Ja, dat hij de neus eruit. Oh, je hebt nootjes staan nog op tafel. Nou ja, heel gezellig. Loopt ineens een duif in huis. Maar wij zitten nog gezellig een dag hier in Lochem. En ja, morgen eigenlijk ook nog, maar vandaag nog de hele dag. Dus we gaan weer leuke dingen doen. Inmiddels is iedereen uit bed en gaan we lekker ontbijten. Ontbijt doen we natuurlijk lekker buiten voor het huis. Zo, gezellig. Eet smakelijk, jongens. Het is meer een brunch geworden, hè? Nou, dat jullie er nou altijd zo laat uitkomen. Oh.
Ja, wij waren echt om 8 uur 's ochtends wakker. Ja, ja. Toen zijn we maar weer teruggegaan. Ja, toen zijn we maar weer gaan slapen. Toen dachten jullie van, jullie slapen nog, dus wij gaan ook maar verder slapen. Ja. De skelters gaan we wegbrengen. Gio zit te editen, die is weer zwaar aan het werk. We gaan even de fiets ophalen. Ja, eerst de fiets ophalen. Kijk, ze is lekker tennissen. Het zijn meer paddle rackets of padellen. De fietsen die staan alweer klaar. Ze hebben nu fietsen. En John is even een stukje met Gio aan het tennissen. Wij gaan zo even fietsen met z'n allen, maar eerst even Formule 1 kijken. Niet helemaal, maar in ieder geval de start. Yuki Tsunoda en Ricciardo. Het was inderdaad de voorvleugel bij Leclerc. We zijn even naar de ingang gegaan bij het park. Hier is van alles te doen. Je hebt een tennisbaan, hier een heel leuk voetbalveldje. En ja, hier hebben we gisteren lekker gegeten, hierachter. Allemaal vakjes. En dan moet je elkaars, op elkaars vakjes schieten. Ja, dat hebben we nog niet gehad. We gaan nu even Jorn afschieten. Oh. Je mag iedereen afschieten, maar niet als je in het vak staat. Oh ja. In wiens vakje staat, daar hoor je bij. Van de ene game gaan we over naar de andere game. We zitten nu bij de tennis. Ja, mag ik? Laat hem dan. Ja, oké. Okay. Hey, ik mag hem kunnen hebben. Dat ik hem, ja? Spanning, spanning. Ik voel de spanning, jongens. De hoofdprijs is ook zo belangrijk. Ja, ik heb hem. Oké. Okay. Ja, die is ook nog in. Ja! Niet te hard! Oh ja, toch! Ah, oh. Nee, hij stoot. Breakpoint. Breakpoint, hier zit de scheidsrechter hoor. Huh? Ja, toch? Dat is het 1-0 voor jullie. 1-0! Goed zo, Mel. Nou, laten we nog maar even tennissen. He, wij gaan toekijken. Ja, wij gaan toekijken. Wij gaan dadelijk wel een potje tennissen. Wij zijn weer terug bij het huis. En we hebben hier voor ons een hele mooie plas liggen. Met allemaal leuke dingen. Dus we gaan lekker even het water in. Melanie staat er al. Jorn ook. Gaan we met de kabelbaan? Ja, is goed. Ga jij nu? Ja? Is goed? Ga ik wel filmen. Oké. Okay. Die bent dan erop, ja. Nou, daar gaat ze. Maar anders moet je misschien een klein beetje naar voren, dan is hij iets lager misschien. Zo? In de paarse bikini. Oké. Okay. Ja, 3, 2, 1, ja. Ja! Ja! Daar gaat ze. Helemaal naar de overkant. We zijn eventjes bij het water weggegaan, even naar het huisje, want er is weer zoiets fantastisch hier gebracht. Een goed gevulde tafel, heerlijk. En drank erbij. Smaakt het allemaal? Ja, heerlijk. Ja, hè? Echt fantastisch. Ja, ik ga dit even proeven. Of mag dat pas aan het eten? Ja, dat is kaneelbrood. En dat komt hier vandaan, van de streek ook, dit. Oh, maar je bedoelt die. Nu eerst. Ja, we hebben nog genoeg te eten. Nou, na die heerlijke maaltijd die we eventjes hebben gehad en nog maar een half uurtje te gaan voordat de wedstrijd gaat beginnen, gaan de kinderen, om het zo maar te noemen, ja, blijven voor ons kinderen, nog even het water in. Ik ga even kijken. Gio hangt volgens mij al bijna aan het touw daar. We gaan eens even kijken of hij het droog houdt. Oh, daar gaat hij. Ja. Ja. Eigenlijk moet je gewoon met heel je kleren aan. Dat is veel spannender. Ja, dat mag jij doen. Hallo. Hey Marcel, volgens mij, jij vindt het zo'n goed idee. Dat kan je best zelf ook uitvoeren. Ja, ik ga het met mijn kleren aan doen. Oké. Okay. Nou, nu gaat Jade. Ga je droog naar de overkant? Of, ik hoop het. Of laat je halverwege vallen? Kan ik mij nog een setje geven? Ja, kom op. 1, 2, 1. Moet je een stoel pakken? Nee, moet je een stoel pakken? Ja. Jawel. Nee, je moet vast... We kunnen ze ook optillen, hè? Doe jij eens op, John. Ik hou hem vast. Als er een voetje of zo. 3, 2, 1. Oké, gaat. Ja! 3, 2, 1. Ja! Daar gaat ze, hoor. Ja, ik heb hem wel.
Hey! Zo, we zitten allemaal in het oranje. De wedstrijd is al een tijdje bezig, maar het was spannend hoor. Waar is Jade? Hi! Weggestopt. We hebben net een rode kaart gekregen, dus we mogen maar 10 man verder. Echt balen. Hebben we nog vertrouwen in, jongens? Tuurlijk. Ja, hè? Maar op een nippertje, denk ik. Nou jongens, de wedstrijd zit erop en we hebben verloren. Echt zwaar. Pie. We zijn allemaal een beetje chagrijnig, dus... Het had echt anders kunnen doen. Nou. Kut, Tessie. Nooit wordt het ons gegund. Nee, echt bang. Maar je moet het ook wel verdienen. We hebben het nu niet echt verdiend, vind ik. Okay. Nee, dat is ook maar we hebben er ook echt niet om gestreden, vind ik. Nee, echt niet gewoon. Jill en Jade gaan naar huis. En ja, het is zo sad. Nou, goede reis naar huis. Yes. Dankjewel, ja? Jullie ook. Dag lieverd. Doei. Tot gauw. Wat een teleurstelling, hè? Nou, hè? Ja, echt. Het had nou, niet gehoeven ook. Nee, het had niet gehoeven. Want, doei doei. Nou, het is ineens gaan regenen ook. Nadat het Nederlands elftal verloren heeft, maar we gaan maar de eentjes eten geven, hè, Jorn? Ja. We hebben het huisje netjes opgeruimd en het is heel hard gaan regenen. Wij gaan dus ook naar huis. Ik moet morgen echt nog 2 video's editen. En ja, dus alle tijd die we nu thuis zijn is gewonnen. Het ziet er allemaal weer netjes uit. We hebben heerlijk genoten hier. Het is echt fantastisch. De fietsen moeten nog even weggebracht worden. Maar ja, het is echt een aanrader. Wil je eens echt een gezellig weekendje met je gezin weg? Dan is Europarks de Achterhoek echt een aanrader. Want wij hebben echt genoten. En ik vond het heerlijk om weer met mijn gezin helemaal samen te zijn. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En zoals ik al zei, heb ik gisteren heel de dag geëdit. Dus ja, de Ibiza vlogs, dat worden 2 vlogs. Of dat zijn 2 vlogs, die staan inmiddels al online. Maar wij zitten nu in de auto op weg naar Amsterdam. We hebben voor het eerst sinds nou een jaar, hè? Ja, wel langer, misschien 1,5 jaar, weer een event van Friends of the Brands. Daar zijn we onderweg naartoe. Melanie is gezellig bij me. Het is wel heel slecht weer. Nou ja, dat mag de pret niet drukken. Wij zijn lekker onderweg en we gaan het weer zien. Ik heb er heel erg veel zin in. Jij ook? Ja, zeker. Wij zijn aangekomen bij de gift suite van Friends of the Brands. Ja, we hebben ook opgehaald. Maar kijk eens even, wat een entree. Eindelijk weer een keer een event. Echt zo superleuk. Een heerlijke cocktail van de Oatery. Nou, gaan we maar eens even proeven. Is die lekker? Ik heb al geproefd. Oh, je hebt al geproefd. En? Het is lekker. Ja? Mel al geproefd? Nee, ik ga nu een hapje nemen. Hier staan alle granola. Er zijn zoveel smaken. Zo'n leuke ochtend gehad sinds lange tijd. Wat wel weer leuk, hè, Mel? Ja, zeker. Was heel leuk. Ja, Jade, wat vond je ervan? Ja, heel leuk. Eerste event ja. Bij Friends of the Brands. Echt heel leuk. Ja. Ik heb even mijn haar omhoog gedaan. We zijn onderweg van het hotel waar we waren, waar het event was voor Friends of the Brands. Maar kijk, de meiden hebben even een time-out. Mel, kom op, in de pas. Hup, 1, 2, op de sokken. Oh, oh, oh. We moeten even een stukje lopen naar de garage, maar we hebben wel veel lol zo. Kijk ze lopen. We zijn even bij Gio, want we hebben Jade hier afgezet. Die is bij Gio. Nou, ik heb ze net al gedag gezegd, maar Melanie en ik gaan weer naar huis. Ik ga rijden in Mel de auto. En Mel? Ja, ik heb lang genoeg gereden. Ja, je hebt lang genoeg gereden. Ze hebben vanuit Amsterdam gereden. Dus, en naar Amsterdam. En naar Amsterdam. En ik rijd nu vanuit Gio's huis weer verder terug naar ons huis. Maar het was super gezellig met z'n drietjes, hè? Ja, zeker. Heel erg leuk. Ja. En nou ja, als we zo meer dingen met z'n drieën kunnen doen, is hartstikke leuk. Zeker. Ja. Het is vandaag woensdag. En ik heb vandaag heel de dag de Ibiza vlog 2 geëdit. En ik hoop dat jullie die ook gekeken hebben. Zo niet, moet je hem ook nog even terugkijken. Melanie
en Jorn die zijn net terug van de film. Die zijn naar de bioscoop geweest weer sinds lange tijd. Maar Marcel die gaat nu zijn eerste prik zelf zetten van het nieuwe medicijn. En ja, maar de eerste zelf echt. Dit is de tweede prik. De eerste heb ik ook zelf gedaan, alleen toen in het ziekenhuis. Ja, oké, onder begeleiding. Ja. Hij gaat het nu dus zelf alleen zetten. En ja, ik ga het even laten zien. Het medicijn heet dus Dupixent, hè? Dupixent. En ja, het moet een wondermiddel zijn. Dus hij heeft nog niet heel veel gemerkt de laatste afgelopen 2 weken. Maar we gaan kijken wat het, ja, wat het gaat doen. Hij gaat dus nu zijn tweede zetten. Hey. Nou Mar, ben je er klaar voor? Nee, niet. Nee, eigenlijk niet. Niet? Nee. Nee, je moet het toch gaan doen. Hij heeft een ontbloot bovenbeen, of tenminste allebei zijn benen. Maar denk maar aan dat je over een paar maanden weer helemaal beter. Dit is de spuit, daar zit vloeistof in en hieronder zit dus de naald. Die moet hij op zijn been gaan zetten. Hij heeft er ook een heel prikdagboek bij gekregen. Daarin staat alles hoe het werkt en moet hij het ook bijhouden. Hij moet zijn been ontspannen, dan moet hij hem er goed in zetten. Schrikkelijk. Moet ik het doen anders? Nee, ik moet het zelf doen. Ja. Daar gaat hij, jongens. Rustig, doorademen, gewoon ademen, doorademen. Rustig. Hij moet nu dus tellen, want zo lang gaat de vloeistof in zijn been. Is het leeg? Is de vloeistof eruit? Ja? Nou, goed. We zitten allemaal met spanning hier toe te kijken. Ja, maar hoe wist jij dat hij leeg was? Doordat hij klikt. Doordat hij 2 keer klikt. Ja. En dan na die klik moet je 5 seconden wachten. Maar dan moet je voor het gemak tot 10 tellen. Gewoon. Dan heb je in ieder geval 5 seconden. Anders zou je het te snel doen. Oh, okay. Maar dan gaat die vloeistof zo snel erin dan? Ja, dan pas voel je. Want dat naaltje voel je niet. Nee. Maar je voelt. De vloeistof. Ja, ja, oké. Okay. En die zit er nou in als die tweede tik is geweest. Want... Ja. En die had je veel snel. En hij is helemaal leeg? Ja. Nou, de tweede prik zit erin, dus ben benieuwd of het allemaal gaat werken. En of hij nu na deze tweede prik wat verbetering gaat merken. Maar goed, dat moeten we afwachten. Het heet dus Dupixent 300 milligram. Het moet echt een wondermiddel zijn, hè Mar? Ik hoop het. Hier zie je het prikje, waar het naaltje dus ingegaan is. Goedemorgen, we hebben weer een nieuwe dag vandaag. En vandaag is het zaterdag. We hebben even 2 hectische dagen achter de rug, want... Ja, zoals de meeste van jullie wel zullen weten, hebben Gio en Jade corona. Vincent ook, die zitten in quarantaine thuis. Ik ben nog wel bij Gio geweest, hebben jullie ook gezien natuurlijk. Ik moet me zo laten testen bij de GGD. Ik ben ook niet meer uit huis geweest, dus ik heb me ook aan de regels gehouden. En we gaan het zien. Wel heb ik al een thuistest gedaan, dus een zelftest, die was negatief. Melanie heeft ook een thuistest gedaan, was ook negatief. We houden hier in huis sowieso afstand totdat we iets meer weten. We maken alles schoon, houden alles schoon. Vandaag hebben we weer een nieuwe dag en vandaag is het zondag. Zoals ik gisteren heb gezegd, ben ik getest en ik heb ook de uitslag al. Zoals jullie kunnen zien... 3 juli ben ik getest en mijn uitslag is negatief. Ik heb steeds overlegd met de GGD en ik moet dinsdag nog een keer getest worden. Al die tijd blijf ik natuurlijk thuis en ik ga niet naar buiten. Ik doe geen boodschappen. Ik hou me echt aan de regels. Ik hou afstand van Melanie, afstand van Marcel, hoe moeilijk dat ook is in huis. We houden alles goed schoon. En desinfecteren alles zoveel mogelijk. Dinsdag heb ik nog een coronatest. Dat is even afwachten dan. Maar zoals de meeste van jullie weten of zoals iedereen weet, ben ik gevaccineerd. En dan kan het dus nog wel zo zijn dat je het bij je draagt. Dus ook als je gevaccineerd bent, is het tot nu toe zo dat je ook gewoon thuis moet blijven. Want je zou het bij je kunnen dragen. Alleen las ik vandaag, quarantaineplicht vervalt voor gevaccineerden na contact. Dat is dit stukje. Ik weet niet of jullie dat ook gelezen hebben. Dat gaat volgende week of aanstaande donderdag in. Dus dat wordt ook weer vrijgegeven. Maar goed, ik blijf in ieder geval thuis en binnen. En ik wacht dinsdag de test af. Maar bij deze wil ik jullie ook weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren. Vergeet ook niet een leuke reactie achter te laten. Die lezen wij altijd en vinden we erg leuk. En dan zeg ik voor nu weer heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende video.